Overvecht telt ruim 40.000 inwoners en meer dan 100 dreven. En een hele hoop dreven hebben een bijzondere naam. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een opera of een verwijzing naar de mythologie. Maar ook nog buurten genoemd naar Zuid-Amerikaanse en Noord-Amerikaanse steden, staten en rivieren. Onder andere de Vancouver Dreef. Deze buurt is gebouwd vanaf de jaren 80, dus heel anders dan in Overvecht-Zuid. Bijvoorbeeld de Achillesdreef die 20 jaar eerder gebouwd is. De Achillesdreef, vanaf mei 1961 woonden de eerste Overvechters. De eerste bewoners in de Klopvaart, dat is 20 jaar later. Het is een ander soort bouw. De Vancouverdreef is een van de grotere doorgaande wegen hier. Genoemd naar de stad Vancouver in Canada. De grootste stad aan de westkust in Canada. Er wonen in de agglomeratie bijna 1 miljoen mensen. Een stad die bestaat uit bergen, uit eilanden, zee en heel veel hoogbouw. Een hele aardige combinatie van veel hoogbouw in combinatie met de natuur. De stad Vancouver is genoemd naar de ontdekkingsreiziger George Vancouver, die in de 18e eeuw uit Groot-Brittannië hierheen kwam. Eigenlijk is dat natuurlijk iets heel raars, want de stad Vancouver als gebied van de Indianen deze buurt woonde er natuurlijk al duizenden jaren. Maar goed, laten we even met de Britten meedenken. George Vancouver heeft halverwege de 18e eeuw de stad Vancouver gesticht. En hij had een hele hechte band met Nederland. Want zijn voorvaderen heette Vancouverden. Dat is het oudste, een van de oudste Nederlandse adellijke geslachten. Heeft ook veel invloed gehad in de Nederlandse geschiedenis. En die komen uit Coevorden, een belangrijke vestingstad in Drenthe. Het grappige is dat ook een paar decennia geleden in Vancouver, de Canadese stad, waar dus Vancouverdreef naar genoemd is, is de belangrijkste plek in Coevorden, het kasteel van Coevorden, herbouwd. Dus als je in de Canadese stad Vancouver bent, is een van de toeristische trekpleisters het kasteel van Coevorden. Jullie wonen aan de Vancouverdreef. Wordt hier de stad Vancouver afgebeeld? Helemaal correct. Ik moet zeggen, ik ben er zelf nog nooit geweest. Maar we hebben gewoon gekeken naar een mooie afbeelding van Vancouver. Die inderdaad ook duidelijk laat zien dat het om Vancouver gaat. En die hebben we inderdaad uiteindelijk gevonden. En die is dus vereeuwigd hier op de panelen. Ellen Bouwman heeft het inderdaad geschilderd. En we hebben dat ook met haar in goed overleg gedaan. We hebben gewoon met elkaar gekeken van, goh, wat willen we eigenlijk op die muur hebben en wat zou het kunnen worden. En wat je uiteindelijk ziet is, het zijn 8 panelen. En die 8 panelen hebben allemaal het formaat van het raampje wat aan de zijkant zit. Precies even groot. Dus op die manier herhalen we het patroon van het raam in de rechthoeken die je daarnaast ziet staan.